FM. En straight out of, nou ja, half uit Gent, hè? Eefje de Visser. Hi, hallo. Je bent in Gent gaan wonen. Ja, ik woon inderdaad half in Gent, half in allerlei plekken in Nederland. Dat klopt. Maar ik reis heel veel heen en weer. Maar mijn basis is wel zoveel mogelijk in Gent. Je bent een nomaad, ben je? Een beetje wel. Maar dat is denk ik met dit vak altijd wel. Dat je heel veel op verschillende plekken moet zijn. Dus het hoort er een beetje bij. In die zin, ja, je gaat reizen. Eind dit jaar. Nou, je mag het zelf zeggen. Oh, ik ga naar Bali toevallig. Oh, ik bedoelde Carré, maar Bali is ook heel leuk. Ah, reizen. Ja. Ik dacht dat we ineens over wereldreizen hadden. Nou, ook een beetje. Je reist wel door Europa, maar eind dit jaar, 3 december, sta je in Carré. Dat klopt. Ja, zo'n lange reis is het niet, maar ja, dat is waar. In Carré. Ik heb vernomen dat tijdens je optreden op Down the Rabbit Hole, dat je daar ook heel veel over begon. Ja, ik heb het wel 2 keer genoemd, ja. Het is voor ons echt een belangrijke plek om te spelen. Met ja, een zaal met geschiedenis, met zoveel allure, laat maar zeggen. En het is echt een bijzondere show voor ons. We gaan daar ook super hard aan werken. Om daar weer iets heel anders van te maken dan van de festivals en van de clubs. En ja, ik wil echt wel graag mensen daar naartoe trekken. Ja. Kan je een voorbeeld geven van wat je dan anders gaat doen? God, ik ben nu natuurlijk heel erg gefocust op de festivals, hè. En op festivals doen we. Laten we eigenlijk ons meest energieke kant zien, denk ik. En ons meest broeierige en dansbare kant. Maar ik heb natuurlijk ook wel een wat introvertere kant. En ik wil het zo die uiterste gaan opzoeken in Carré. En grote dynamische golven eigenlijk maken in die show. En dat het ook met licht en beeld ook heel spannend is. En nou ja, daar ga ik me op focussen. Je hebt ook golven gemaakt al op Down the Rabbit Hole. Want op nachtlicht ben je inderdaad ingetogen. Maar ik kwam binnen op het moment dat jij aan het spelen was. En de regen kwam met bakken uit de hemel. En er kwam een lawaai uit die tent. Ja. Wat een energie. Ja, maar ik heb ook het idee, het is grappig, want met nachtlicht wilde ik een hele energieke plaat maken. Alleen de kracht van wat ik doe zit ook wel een beetje in het dromerige en een beetje in het hypnotiserende, denk ik. Tenminste, daar kwam ik achter tijdens het maken van die platen. Maar ik hou wel heel erg van dat dansbare en van de Four to the Floor en ook echt van het heel erg energieke. En dat willen we live heel erg benadrukken, dat we dat die muziek dat zeker in zich heeft. Alleen dat het een heel andere ervaring is, gewoon live. Nou, dat gaan we zo meteen horen, want we gaan mijn lievelingsliedje van Nachtlicht, Geef, in een hele bijzondere versie horen, zoals je die vanmiddag hebt gedaan met de hele band en alle toeters en bellen. Maar voordat we daarnaar gaan luisteren, heb ik hier een vaas met daarin ballen. Ja, ik zie En je mag er een bal uithalen. En daar zit een vraag in. Oh ja? Van een andere artiest. Kan van alles zijn. Iemand die op Pinkpop heeft opgetreden, op Best Kept Secret. Het kan een beetje een soort lingo. Vraag. Ja, dat is het een beetje. Het kan een beetje een gore vraag zijn, dat gebeurt ook nog wel eens. Een gore, smerige vraag. Ja. Over seks bijvoorbeeld. Ja, of over drugs. Of over drugs. Drugs. Sting or Phil Collins? Oh, wat een leuke vraag. Dat is wel een gore vraag. Dat vind ik een leuke vraag. Ja, dat vind ik ook nog moeilijk kiezen ook. Want ze hebben allebei stomme en mooie dingen gemaakt, vind ik. Ik denk toch Phil Collins. Daar ben ik meer mee opgegroeid, denk ik. In de zin van dat mijn vader dat dan wel draaide. En ik heb er heel lang heel erg afkeer van gehad. Maar dat komt toch af en toe weer terug, sowieso. Ja, die gast is zo'n talent natuurlijk. Dat hij zo goed drumt en zo goed zingt en zo goede liedjes heeft gemaakt. Dus dan toch maar. Sting ook. Heeft ook schitterende dingen. Ja, het is een heel moeilijke kiezen, vraag. Dat is het spel. En van wie is de vraag eigenlijk? Doe dan maar Phil Collins. Want dat vind ik wat. Dat vind ik leuker. Oké, ik noteer Phil Collins. Maar wie heeft de vraag gesteld aan jou? De editors hebben die vraag aan mij persoonlijk gesteld. Wauw, speciaal voor jou. Ja.